of my best friends like to go and get fucked up, and they talk about all the lies they never got to live. All this still waiting for some sort of invitation that's never coming along. Oh no, you get this what you give. Getting high with your best friends. All of my best friends like to go and get fucked up, and they talk about all the lies they never got to live. All this still waiting for some sort of invitation that's never coming along. Oh no, you get this what you give. Getting high with your best friends. Dit filmpje toont aan hoe dat mijn leven er een lange tijd heeft uitgezien. Aan de ene kant... Ik hoor al mensen lachen, die herkennen dat al. Aan de ene kant chaos. Chaos, snel afgeleid zijn, extreme emoties, maar vooral mensen teleurstellen. Teleurstellen dat ik nooit op tijd ben, dingen niet afgewerkt krijg. Teleurstellen van ouders, leerkrachten, werkgevers, vrienden, familie. Maar in die chaos zitten ook mooie dingen in. In die chaos zitten hele mooie dingen in. Momenten van onuitputbare creativiteit. Out of the box denken. Maar vooral de kracht om mensen te inspireren, te motiveren en mee te pakken in hun verhaal en te doen bewegen. Goedenavond, mijn naam is Jente en ik heb ADHD. Ja, ik hoor klappen en al. Ja. En veel mensen onderschatten eigenlijk wat ADHD doet met mensen. Ja. Iedereen kent wel die vervelende rotkinderen op school. Ik was daar één van. Maar voor een jong volwassene of voor een volwassen persoon is dat best wel heftig. Dat is elke dag afzien. Een strijd om te overleven, om te voldoen aan de verwachtingen van de maatschappij, de verwachtingen van anderen. Vrienden, familie zijn ondertussen kinderen aan het maken, huizen aan het bouwen. En ik staar naar mijn afwas en denk, goh, hoe kan ik dit gedaan krijgen? Het liefst van al wilde ik genezen. Een jaar of 5 geleden, ik was het beu. Ik raakte niet vooruit in het leven. Dus ik wilde genezen. Ik wilde daar vanaf. Dus ik ben experten gaan bezoeken, therapeuten, diagnoses, van alles en nog wat. En één ding was duidelijk, genezen, dat is geen optie. Dat gaat niet. De enige optie was om medicatie te nemen en alle symptomen te onderdrukken. Maar dat wilde wel zeggen dat ik het mooiste stukje van mezelf, die creativiteit, die innovativiteit, moest gaan achterlaten. En no fucking way dat ik dat ooit zou doen. Dus besloot ik... dat ik die brok energie die in mij zit, moest vastpakken. En leren controleren als een soort van superkracht. Ja, om die te gaan inzetten op die momenten dat ik het liefste wou, bijvoorbeeld in mijn job, om succesvol te worden. En ik ben daarin geslaagd, voor een groot stuk. Ik heb af en toe nog lastige momentjes. Maar dat is niet het enige dat ik heb ontdekt. Want ik heb ook ontdekt dat ik een stuk van die kracht andere mensen kan aanleren. En dat ga ik vanavond ook doen. En ik heb die kracht, die superkracht, ik heb die een naam gegeven. Make things fucking awesome. Maak dingen echt geweldig en bijzonder. Maar wat wil dat nu eigenlijk zeggen? En jullie, Peter had al goed voorbereid, jullie zijn waarschijnlijk al aan het denken, wat zit er in godsnaam onder hier? Een doos. Ja, een heel normale doos. Niks bijzonder aan. Van een AVA trouwens. Is niet gesponsord. En die heeft een functie, je kunt daar dingen in opbergen. Dus die doet wat hij moet doen en we noemen die doos oké. Die is gewoon, die doet wat ze moet doen. Ja. Maar we willen dingen fucking awesome maken, dus we moeten daar een schepje bovenop doen. Ja. Ik zie jullie al kijken, dat trekt onmiddellijk meer aandacht. Misschien door de glitters, die ook in heel mijn appartement hangen nu. Het heeft nog altijd dezelfde functie om dingen in op te bergen, maar het ziet er mooier uit, kwalitatiever uit. Het trekt meer aandacht. Deze doos is best pretty cool. Maar we zijn nog niet aan fucking awesome. En ik voel, ik zie jullie al, wat zit hieronder? Ja. Dat zijn mijn knutselkunsten. Deze doos is niet per se mooier. Dan anderen. Sommigen vinden misschien van wel. Maar vooral... Het is een beleving. Deze doos is een beleving.
af en toe dan... Wanneer dat je een goed idee hebt en je maakt er iets mooi van, iets kwalitatief van, en je gaat er vervolgens een beleving aan toevoegen, dan maak je iets fucking awesome. En ik wil jullie allemaal overtuigen om vanaf nu dingen fucking awesome te maken. En daar zit eigenlijk wel wat wetenschap achter. En ik ga het op deze manier even uitleggen. Voilà. Deze twee glazen representeren de hersenen. Het rechtse van iemand met ADHD en het linkse van iemand normaal. Eigenlijk mogen we dat zo niet noemen, want we zijn allemaal wel een beetje gek. Hè? Dus neurotypische hersenen. En wat gebeurt er? Stel, een dagdagelijkse taak moet gebeuren, bijvoorbeeld een afwas. Bij een normaal persoon gaat hij een klein shotje dopamine krijgen. Voor diegenen die niet weten wat dopamine is... Oh. Gaan we daar zo biedt op terugkomen. Een stukje vergeten. Kan gebeuren. Dopamine is een hormoon in de hersenen, een soort van gelukshormoon. Ik noem het motivatiehormoon. En dat motivatiehormoon dat geeft eigenlijk de opdracht van je bent goed bezig, blijf het doen. Ten afwas, rekeningen betalen. Of op het einde van de werkdag je mailbox opkuisen, alle mails weg. Voilà, up. Goed bezig, hersenen. Bij normale mensen loopt dat best wel goed. Bij iemand met ADHD gebeurt er het volgende. Er gebeurt niks. Want dat werkt niet. En dat is heel het systeem. Maar dan komt er plots iets heel leuk voorbij. Iets spannend, iets dat de aandacht trekt. Een leuke ervaring, misschien zelfs een compliment of een tof project. Bij iemand, een normaal persoon, die krijgt dan wel een extra scheut dopamine op in de hersenen om daar extra aandacht op te vestigen. Maar nu wordt het interessant, want wat gebeurt er op dat moment met iets interessants met de hersenen van iemand met ADHD? Dat is het volgende. Een tsunami van hormonen door uw hersenen, door uw lijf, waardoor het nog onmogelijk wordt om met iets anders bezig te zijn. Het is gewoon niet meer mogelijk om met iets anders bezig te zijn. Dat heet hyperfocus. Sorry voor het podium. Ik was wat enthousiast. Dat gebeurt dan op zo'n moment. In de laatste jaren ben ik gaan onderzoeken wat die triggers zijn. Wat precies dat in gang zet, die tsunami van gevoelens en hormonen. Want ik heb gemerkt, en jullie hebben dat ook gemerkt, dat ook bij een normaal persoon daar extra veel gelukshormonen vrijkomen. En daar wordt het interessant. Ik kan heel even terugspoelen, hè, dat jullie nog mee zijn. Met de oké, de pretty cool en de fucking awesome. Ik ga het voorbeeld geven van het plaatselijke dorpsfestival van de Giro. Dat doen we dat moet doen. Hè. Leuke muziek, samenkomen, gezellige sfeer. Als we dat pretty cool gaan maken, dan kunnen we vooral denken aan Rock Werchter. Internationale bands, professionele geluidsinstallatie, groot podium, pretty cool. Maar wat zou dan fucking awesome zijn? Tomorrowland. Exact. Tomorrowland is fucking awesome. Ik heb precies trouwens in mijn broek geplast, maar... Dat is goed voor op de camera. Fucking awesome. En wat maakt Tomorrowland fucking awesome? Dat is een beleving. Ze doen er alles aan, als je daar aankomt, dat je van alles ziet en meemaakt en ruikt en voelt en hoort. Er is meer magie op Tomorrowland dan in de Efteling. En dat is de reden waarom dat het meest populaire festival is van de wereld. Net hetzelfde als we... Het moet niet allemaal spectaculair zijn, maar stel dat er iemand verjaart, een vriend of vriendin verjaart. Heel veel mensen gaan automatisch naar de Facebook. Je moet zelfs niet meer naar hun profiel gaan. Happy birthday. Knal, vertrokken. Iedereen is gelukkig. En dat is oké, want je hebt op zijn minst een gelukkige verjaardag gewenst. Maar wat je ook kan doen, is natuurlijk een handgeschreven kaartje. Ja. Dat heeft meer effect. Ja. Dat gaat iemand persoonlijk aanspreken en extra aandacht bieden. Maar hoe maken we dan dingen fucking awesome? Deze zomer een voorbeeld. Deze zomer had ik voor een vriendin die heel belangrijk is voor mij. Ik wou haar verrassen
En ik weet, zij is heel grote fan van FC De Kampioenen. Dus had ik een t-shirt ontworpen van Balthazar Boma, schoon als gelacht maar gedacht. Ik heb daar belachelijk veel tijd in gestoken. Maar dat is dat waard, die persoon is dat waard. Makes things fucking awesome. Thanks. Dat was dus de slide voorbij, hè? Het dopamineverhaal. ADHD. Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Die uitleg moet je vanaf nu vergeten. Die vier letters betekenen vanaf vandaag iets anders. Want het is natuurlijk makkelijk om te zeggen van je moet iets fucking awesome maken, maar als je niet zo creatief bent, hoe gaat het daar dan mee aan de slag? Vier ingrediënten. Aandacht, drama, humor en durf. Dat zijn de enige vier ingrediënten die je nodig hebt om eender welk ding, klein of groot, echt fantastisch te maken. En of je het nu wilt gebruiken in de sales, om een verkoopsgesprek beter te doen, meer te verkopen, of je wilt een marketingcampagne op poten zetten en succesvol zijn daarin, of misschien een event organiseren ergens in 2023 en je wilt veel volk naar je krijgen, of vooral mensen die terugkomen, dan heb je deze vier ingrediënten nodig om van stap 1 naar 2 naar 3 te gaan. We gaan er even door. Allereerst is aandacht. Maak het persoonlijk. Ja, door bijvoorbeeld in een salesgesprek, en dat wordt aangeleerd hè, over heel de wereld, om zo vaak mogelijk de naam van je gesprekspartner te gebruiken. Dat is een manier om persoonlijkheid daarin te steken. Dat is een manier om connectie op te bouwen en die persoon gaat al heel snel meer connectie voelen en openstaan om van jou te kopen. Maak het individueel. En zeker millennials vandaag willen niet liever dat je hen individueel benadert. Dus voor de managers in de zaal is het misschien wel interessant, ja, in plaats van een mail te sturen naar heel uw team, bedankt team, om van elke persoon individueel eens in de spotlight te zetten. Bevestiging en waardering geven. Complimenteren. Mijn baas die hier ook in de zaal zit, die weet dat ik daar een beetje in overdrijf in mijn complimentjes. Maar ik doe dat graag. Ik geef mensen graag complimenten en zeker als ze oprecht zijn. Ik geloof daarin dat mensen gaan zich beter voelen en mensen gaan zich vooral beter voelen bij mij. Geef ze inspraak. Vraag feedback en doe er iets mee. Dat is het beste compliment dat je aan die andere persoon kunt geven door effectief met die persoon met feedback aan de slag te gaan. Maar het leukste ingrediënt is ongetwijfeld drama. I love it. The guilty pleasures, stories, denk aan Temptation Island. Ja, we vinden het allemaal belachelijk en stom en marginaal, maar stiekem komen we allemaal samen op café om het grootscherm te lachen met Temptation Island. Stories trekken aan. Vorige week, ik ga er niet over inwijden, maar vorige week zijn er een aantal BV-dingen gelekt. Niemand wil het echt zien, maar toch stiekem zitten we allemaal wel even op WhatsApp te checken hoe dat onze standaard ziet. Maar de wow-factor is een hele mooie. Denk aan America's Got Talent. Ja, ze kunnen ook gewoon, zoals de doos, een aantal mensen effectief op het podium hun talent laten zien. En that's it. Maar in Amerika gooien ze er een schepje bovenop. En dat heeft een reden. Televisiemakers gaan er voor hun reden een schepje bovenop doen. Die wow-factor trekt de aandacht van mensen. Waardoor mensen blijven kijken, mensen blijven komen, mensen blijven terugkomen. Mysterie opwekken is iets wat ik heel vaak gebruik. En jullie zijn daar vandaag ook slachtoffer van geweest. Dit stond al op het podium na de pauze en mensen waren al aan het kijken wat gebeurt er hier allemaal. Er is iets verstopt. En dat is een manier, een trucje van mij, om ervoor te zorgen dat jullie nieuwsgierig worden. En dopamine vrijkomt in je hersenen. En dat jullie naar mij aan het kijken zijn en benieuwd zijn, wat gaat die jongen nog allemaal zeggen? Mysterie kun je in heel veel dingen gebruiken. Door bijvoorbeeld een cadeau, dat is een leuke, door bijvoorbeeld een cadeautje niet één keer in te pakken, maar 10 keer in te pakken. Maar elke strik dat je moet losdoen, elke doos dat je moet opdoen, kweekt de dopamine in je hersenen en maakt het leuker en spannender. En een laatste, en dat is zeer recent, maak dingen Instagrammable. Wat wil zeggen is dat
herinneringen zijn er niet zomaar. Als het niet op Instagram of op Facebook staat, dan is het geen echte herinnering. Zwaar, hè? Wat wil ik daarmee zeggen is, als je de mogelijkheid hebt, als je een event organiseert of een campagne opzet of een product wilt verkopen, als je dat zo in zo'n sfeer kunt doen, dat mensen geneigd zijn om dat om een of andere bizarre reden op hun Instagram te zetten, dan gaan mensen geconnecteerd zijn met je. En meer willen. En meer verlangen. Een derde is humor. Ik denk dat ik jullie heel weinig daarover moet vertellen hoe belangrijk humor is in elke context. Als je mensen kunt doen lachen en zelf positief bent en veel lacht, creëer je connectie met mensen. Practical jokes. Er zit hier nog een collega van mij die 3 jaar bij mij op kantoor heeft gezeten en die heeft afgezien met mij. Heel veel practical jokes. En dat is niet omdat ik vervelend wou doen, maar dat is vooral om connectie te maken. Om samen een leuke tijd te hebben. Maar vooral, laat het kind naar boven komen. Vorig jaar of 2 jaar geleden werd er een soort van waterglijbaan georganiseerd in veel steden, van 1 kilometer lang. En dat was direct uitverkocht. En niet door kinderen, alleen door volwassen mensen. Laat het kind naar boven komen. Last but not least, durf. Fuck de comfortzone. Er zijn een aantal sprekers vandaag die heel erg uit hun comfortzone zijn gekomen. En voor mij, dagelijks, probeer ik elke dag een stapje uit mijn comfortzone te stappen. Maar vooral in mijn job als coach en trainer help ik en begeleid ik mensen in kleine stapjes uit die veilige zone. En iedereen heeft daar schrik van vooraf. Dat is logisch, dat is normaal. Maar het moment dat ze dat hebben gedaan, het moment dat voorbij is, voelen mensen zich goed en zijn ze dankbaar. Uitdaging. Daag elkaar uit. Vlak voordat deze show begon, kreeg ik de uitdaging van 2 bijzondere heren hier aanwezig. Ja, Jente, je moet wel iets terugdoen dat we hier zijn vanavond, hè, voor u. Ik zie ze al lachen. Je moet wel zeker vertellen dat je van Accentjobs komt. Ja, en dat Koen van den Brand van Atlas Grow komt. Grow How is het, Grow How. Voilà, bij deze challenge complete. En wees rebels. Het bad boy effect. Heel veel vrouwen vallen op bad boys. En niet omdat ze slecht zijn of omdat ze bad zijn, maar omdat het net heel aantrekkelijk is om te vallen voor die mensen die tegen de stroom ingaan. Die af en toe eens iets anders durven te doen. Die niet als schapen achter elkaar lopen, maar die tegen de stroom ingaan. Nu, het ding is zo, ik begrijp, dat is allemaal nog een klein beetje vaag. Maar ik vraag jullie allemaal om mee te doen aan mijn missie, om tijd en geld te investeren om dingen bijzonder te maken. Stap voor stap. Weg met die oppervlakkigheid, maak dingen terug fijn, leuk en bijzonder. Voor jezelf, voor elkaar, voor mensen in uw buurt. En die missie begint voor mij vandaag. Vandaag is het startmoment daarvan. En de komende maanden ga ik hiermee verder aan de slag. Dat wil zeggen, is die 4 ingrediënten die misschien op de dag, of vandaag, nog een beetje vaag zijn van hoe moet ik dat toepassen op mijn job, op mijn privéleven. Ik heb goed nieuws voor jullie. Jullie mogen zo dadelijk even scannen en dan stuurt je automatisch een e-mail naar mij. En ik ga jullie binnenkort, voor het einde van het jaar, ga ik effectief een gratis content en e-book sturen naar diegenen die het willen. Dus als jullie subiet even de gsm boven pakken of een mailtje sturen naar raketpiloot@gmail.com, dan krijgen jullie een uitgebreide versie van deze speech. Alvast bedankt voor de aandacht. En make things fucking awesome.